Mijn vriendin Lieske is een paar dagen weg naar een zwangerschapsretreat. Ze is nu al een tijdje zwanger. Ik heb haar buik zien groeien en de stapel boeken op haar nachtkastje over mama worden. Dus ik dacht, dit is het moment dat ik het allemaal ga inhalen. Ik ben nu nog tamelijk onwetend, maar ik hoop dat ik na deze stapel er een beetje klaar voor ben. Want ik ben Floris en ik word papa. Ik heb gehoord van weeën, rompetjes, ontsluiting. Ik weet dat die dingen bestaan, maar wat het precies is, daar ga ik dit weekend achter komen. Ik krijg trouwens een dochter. Hoe wonderbaarlijk is dat? Wat een eer dat ik dat mee mag maken. Als het natuurlijk allemaal goed gaat. Dat is ook een van de redenen dat ik deze boeken ga lezen. Ik wil niet dat Lieske me de komende maanden gaat haten. Of dat het kind over 20 jaar met allemaal trauma's rondloopt. Waar mogelijk wil ik dat de bevalling geen absolute hel wordt. Dus als het lezen van deze boeken ook maar een beetje daaraan kan bijdragen, dan is het de moeite waard. En hiermee ga ik beginnen. Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt van. Klun, dit is verschrikkelijk. Dit is echt zo'n verschrikkelijk dom boek. Ik kan niet geloven dat ik dit gelezen heb en dat dit zo goed verkocht wordt. Hierin wordt de zwangere vrouw voorgesteld als een soort ultieme heks. En jij als man moet maar een beetje faken. Doen alsof je het allemaal heel boeiend vindt. Maar liever zou je gewoon gaan zuipen met je maten. U bent de komende tijd overgeleverd aan een andere. Logica. Eentje waar u het tegen zult afleggen als u zich er niet gedegen op voorbereidt. We praten hier niet meer over vrouwenlogica. Nee, we praten hier over zwangere vrouwenlogica. En die is volstrekt onhervolgbaar. U zit nu niet meer, zoals voorheen, op een andere golflengte dan uw vrouw. U zit vanaf nu op een andere planeet. Sowieso het uitgangs... Van dit boek is al echt heel erg dom. Ik neem tenminste aan dat u dit boek hebt gekregen. Ik zou uit mezelf nooit een boek over zwangerschap kopen. Waarom zou je als man niet een boek over zwangerschap willen kopen of lezen? Het is toch ook jouw kind? En het is toch fascinerend dat je vrouw een kind. ...in de buik heeft die aan het groeien is en dat dat straks ter wereld komt. Het is een epische prestatie die ze aan het leveren is. Hoe kan je daar niet in geïnteresseerd zijn? Ik begrijp het gewoon echt niet. Het is allemaal zo ontzettend stoer doenerij. En heel af en toe merk je dat Kluun eigenlijk toch ook gewoon een gevoelig jongetje is. Maar verder is het vooral mannelijkheid uitstralen... En grapjes maken. En het is ook allemaal zo ontzettend stereotyperend bevestigend. Een zoon is samen naar de F'jes. en in de achtertuin leren kappen, draaien en scharen. Samen naar het WK voetbal in 2026. Samen vissen. Samen Playstation 6 kopen. Samen praten over dat je het best vindt wat hij allemaal uitvreed. Maar dat hij de volgende keer verdomme wel condooms moet gebruiken. En hier heb je een pakje. Jongen, geniet er maar lekker van. Samen de kroeg in, samen mountainbiken in de Ardennen. Een dochter is uh... staat recht. Het lijkt wel geschreven in 1980. Ik heb het even opgezocht. 2004. Misschien verklaart dat wel een boel andere moraliteit in die tijd. En heb ik iets geleerd van dit boek? Nee, echt niks. Alleen dat ik het absoluut aan niemand, niemand zou aanraden. Behalve misschien, misschien als je een vriend hebt van een jaar of dertig die nog tamelijk puberaal is, van voetbal houdt, maar dan vooral van de derde helft. En die het grappig zou vinden om zijn dochter te leren dat Ken van Barbie eigenlijk homo heet. Ja, het staat er echt. Genoeg gezegd. Ik dacht, ik ga verder met het boek dat tevens een tikkeltje onvolwassen ondertoon heeft. Dan heb ik die tenminste gehad. Ik word papa van Benjamin Perrier. Als help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt, een 2 is, dan is dit een 5,5. Het begint al beter. Het benadrukt in ieder geval dat het belangrijk is om dit boek te lezen. Het boek is verdeeld in de maanden van de zwangerschap. En het vertelt wat je van de mama kunt verwachten, hoe de baby er ongeveer uitziet en wat jij kan doen. Maar eerlijk, ook hier overheerst het beeld van de man als oen. Het hele flauwe humor. Er is zelfs een stuk wat gaat over hoe je als man moet reageren als je vriendin of vrouw vertelt dat ze zwanger is. Bevend van angst. Je bent rustig, uiteraard. Aan het gamen als je liefste binnenkomt. Ze heeft een afwezige blik, is bloedserieus en het lijkt alsof ze gaat instorten. Schatje, we moeten praten. Ik hoop dat je het goed zult opnemen, maar eigenlijk, ik heb het vanmorgen gedaan en nu eigenlijk ga je. Wat? Wat ga ik doen? Papa worden. Zie je wel dat je het slecht opneemt? Antwoord van superpapa's. Maar nee, ik was bang. Ik dacht dat jij erachter gekomen was dat ik tijdens het avondje gokken in het casino behoorlijk veel geld er doorheen gejaagd had. Papa worden, dat is supergoed nieuws. Tja, en dan op het einde van al deze flauwe stukjes staat wees gewoon jezelf. Toch vond ik het boek niet geheel slecht. Er stonden handige tips in, zoals dat je snacks meeneemt naar de bevalling van je vriendin, voor haar, niet alleen voor jezelf natuurlijk. En strategieën om om te gaan met baby's met verlatingsangst. En terwijl ik dit las, voelde ik me ook ineens een tikkeltje emotioneel. Het gaat echt gebeuren. Ik word vader. Ik krijg een kind. Maar als ik het boek in totaal moet beoordelen, dan denk ik toch heel matig. Ik hoop dat er tussen die andere boeken boeken zitten die een stuk beter zijn dan dit. Het is duidelijk vertaald vanuit het Frans naar Nederland en daardoor klopt een deel van de informatie niet. Als het gaat over zwangerschapsverlof en de rol van de verloskundige, dat plus de infantiele toon, alsof je als volwassen man maar zo'n stukje van een klein kind verwijderd bent. En dan niet omdat je je vriendin zwanger hebt gemaakt. Maakt dat ik dit absoluut niet kan aanbevelen. Ik had hier echt geen zin in. Na de twee vorige boeken zag ik deze cover en ik dacht: daar gaan we weer. De man als kinderachtige man. Toch is dit een heel ander soort boek. Hier niet de man als debiel, maar als capabele manager. Daardoor zijn er hoofdstukken met titels als Het product, Planning, Controle, Input, Output, Marketing, Communicatie. Allemaal marketingtermen. Het is duidelijk geschreven voor een man met een maatschappelijke carrière die ook een goede vader wil zijn. En het begint bijvoorbeeld met productspecificaties. Wat er allemaal op een baby zit. Het is natuurlijk een beetje een gimmick, deze invalshoek. Maar het werkt. Want kort en bondig met goede illustraties wordt er van alles over de baby uitgelegd. Bijvoorbeeld dat het nekje niet sterk genoeg is om zichzelf omhoog te houden. En dan staan er ook plaatjes die precies laten zien. Hoe je je baby vast moet pakken in de elleboog. Wat voor kleding een baby allemaal nodig heeft. Hoe je een baby moet wassen. Hoe je je kind moet herkennen. Dat wordt hier allemaal kort, bondig, helder uitgelegd. Tegelijkertijd gaat het boek dieper dan dat. Het laat je vragen beantwoorden zoals wat voor vader jij wil zijn. En daarbij nadenken over jouw relatie tot het kind en jouw relatie tot de moeder. Er is zelfs een heel stuk gewijd aan de moederschapsideologie. Henk Hansen stelt dat er in Nederland de afgelopen honderd jaar een overdreven focus is geweest op de rol van de moeder. De moeder is de verzorgster. En de vader, ja, de vader is hooguit een oppas voor af en toe. Hij stelt dat het ook anders kan en dat het ook lang anders is geweest. Hij zegt dat de industriële revolutie eigenlijk het kantelpunt is geweest van waaruit die moederschapsideologie is ontstaan. Daarvoor werd er veel aan huis gewerkt en opvoeding was dus iets van beide. Maar toen kwamen de fabrieken en moesten mannen gedisciplineerd worden om naar de fabriek te gaan. En zo is die scheiding tussen werk en privé dus iets kunstmatig wat ontstaan is. De mannen is gedisciplineerd, zijn gemaakt tot kostwinners. Maar het probleem is volgens hen dat de betrokken vader ontzettend belangrijk is voor de vader, voor de moeder en voor het kind. Kinderen die zonder vader opgroeien hebben een grotere kans tot schoolverlaten, verslavingen en gedragsstoornissen. En daarmee is dit dus ook een boek dat streeft naar een grotere rol voor vaders op individueel en op maatschappelijk niveau. Een boek naar mijn hart dus. Wel gaat het vooral over de periode na de zwangerschap. Op het moment dat de baby er al is. Dus het is nog een beetje toekomstkijken voor mij. Maar nu zag ik dat hij ook een boek heeft geschreven over zwangerschap. Uiteraard getiteld: Zwangerschapsmanagement voor mannen. Hoe dan ook, Goede schrijver, goed boek. Een aanrader. Zeker voor mensen die niet heel erg van lezen houden. Wederom had ik na twee pagina's door of het boek me zou bevallen. Vaderopkomst van Willem Bisseling. En dit boek. Dat beviel me uitstekend. Willem was zelf vader geworden en hij miste eigenlijk een boek die uitging van de gelijkwaardigheid van vader en moeder. Hij had wel een aantal boeken gelezen, maar hij vond daar heel veel stereotyperingen in terug. Als het aankomt op het zwanger zijn, is de man vandaag de dag nog steeds het wormvormig aanhangsel van zijn zwangere vrouw. In boeken, tijdschriften en op internetfora is hij vaak een beetje de oedige variant, het klunzige, ach hij doet ook maar zijn best typen. Ik dacht yes 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 eindelijk iemand die het begrijpt duidelijk een boek voor mij. Het boek is deels anekdotisch vanuit de ik persoon en deels is het praktisch advies. En de hoofdstukken zijn per onderwerp geschreven. Zo is er een hoofdstuk over het kiezen van de naam van je kind. Dat gaat dan zowel over de voornaam als de achternaam. Over de achternaam zijn ik en Lieske trouwens wel uit, maar over de voornaam heb ik nog enige twijfels dus. Mocht jij mooie suggesties hebben voor een voornaam, laat dit hieronder weten in de comments. En misschien noem ik mijn kind wel zo. Want dat is echt fucking bizar, trouwens. En dan vragen ze later: waarom heet ik zo? En dan moet ik zeggen: ja. En vroeger was je vader. Die zat op iets van YouTube. YouTube, wat is dat? Ja, een of andere website waar je filmpjes op kon plaatsen. En toen zei hij: ik krijg een dochter, hoe zou ik het noemen? En toen zei iemand. En eh, daarom weet je zo. Ik heb hier veel van geleerd, zoals van het bestaan van een vluchtkoffer. Zo noemen ze dat. Dat is een tas waar je eten en rompertjes en andere dingen voor de baby in stopt voor het moment dat je vrouw of vriendin ineens gaat bevallen en je halsoverkop naar het ziekenhuis moet. Dan wil je natuurlijk niet nog een tas moeten pakken en al die dingen bij elkaar moeten zoeken. Dat moet gewoon klaarstaan. Ook geeft hij handige lijstjes wat je verder nodig hebt voor de baby. Wat het allemaal kost en wat wel en niet de moeite waard van het kopen is. Ook het stuk over de bevalling. Top. Ik begrijp eindelijk een beetje wat weeën zijn en wanneer je de vloskundige moet bellen. En hij legt ook heel goed uit dat je in het ziekenhuis zelf om pijnbeschrijving moet vragen. Hier is ook een rol voor jou als man als je denkt dat het nodig is om dat actief te aan te vragen. Al met al een eerlijk, oprecht boek voor de moderne man die vader wordt. En ik denk dat ik dit misschien ook zo waardeer, omdat het aansluit bij de gedachten die ik al heb over vader worden. Het idee van gelijkwaardigheid, een beetje voor juppe misschien, maar tegelijkertijd niet te zweverig. Hij spreekt bijvoorbeeld wel over wij zijn in verwachting, maar absoluut niet over wij zijn zwanger. Zijn vriendin is zwanger en zij zijn in verwachting. En baby showers daar heeft hij net als ik en hekel aan. Dit is dus een aanrader voor mannen die dondersgoed begrijpen dat hun vriendin al een voorsprong heeft in de band met een kind, Negen maanden. Ik denk daar vaak over na van mijn vriendin heeft een baby in de buik en ik kan hooguit af en toe een keer wat voorlezen van Herman Koch of mijn hand op haar buik leggen. Maar of ik zou willen ruilen na het lezen van dit boek en een stuk over de bevalling denk ik ook dat die 1% jaloezie die ik misschien voelde dat mijn vriendin het kind draagt en ik niet die is, nu wel, die is nu wel weg. David Boorman is een mannelijke verloskundige. En vanuit dat perspectief heeft hij dit boek geschreven: Aanpakken voor Vaders. Het is niet zo dik, 107 pagina's. Maar het zit bordevol informatie. David was ook zelf vader geworden. En ervaarde toen hoe er weinig boeken waren om mannen te helpen vader te worden. Ik ontdekte een aantal grappig bedoelde boeken van bekende Nederlanders over hoe je het aankomend vaderschap moet benaderen. Maar geen daarvan hielp me op een praktische manier. Geen idee over wie hij het nou zou hebben. Hier geen spannend proza, mooie anekdoten of leuke grapjes. Het is simpelweg uitleg, maar wel een haarfijne uitleg van bijvoorbeeld hoe de verloskundige praktijk werkt in Nederland. En 60 pagina's gaan over de bevalling zelf. Nou, na dit boek begrijp ik weeën nog beter en weet ik bijvoorbeeld waarom weeën vooral s'nachts ontstaan. En waarom het zo belangrijk is dat de vrouw tussendoor ontspant. En wat voor rol jij hier als vader allemaal in kunt hebben. Wat top is aan het boek is dat het niet alleen vertelt over die bevallingen die helemaal goed gaan. Maar ook ingaan op situaties waarin het minder goed gaat. En over de rol van een keizersnede bijvoorbeeld. Ik merk trouwens wel dat ik na het lezen van deze vijf boeken een beetje last heb van de information overload. En daarom leg ik dit voor nu maar even opzij. Maar ik denk als het puur over de bevalling gaat dat hier het meeste in staat. Ik ga het sowieso nog een keer opzij. Oppakken. Dit is trouwens ook meteen een beperking van het boek. Het gaat niet over rompertjes, of hoe je als vader al contact kunt maken met de baby. Nee, dat zit er allemaal niet in. Het is dus verplichte literatuur, denk ik, voor een aanstaande vader. Maar niet voldoende om je voor te bereiden. Dan wacht er nog één boek op me. Mijn vriendin komt straks thuis en voor die tijd wil ik klaar zijn met lezen, met filmen en alles weer hebben opgeruimd. Dus ik moet opschieten. Dit laatste boek, Vader van Pepijn Lane, heb ik gekregen voor Vaderdag. En ik ben zo blij met dit boek, want dit boek is totaal van een andere aard. Pepijn Lane, oftewel Fabriéo, ook wel bekend van de jeugd van tegenwoordig, heeft veel meer een soort dagboek geschreven. ...van hoe het is om vader te zijn. Zijn vriendin Coco is voor de derde maal zwanger... ...en in het boek lezen we hoe Papijn als vader is... ...hoe hij een nieuw huis probeert te regelen... ...hoe hij ondertussen ook aan het werken is, aan het sporten, gezond wil zijn... ...en hoe hij eigenlijk al die ballen hoog probeert te houden. Het is heerlijk onpretentieus. Hij wil gezonde eten, vreet M&M's. Hij wil een goede vader zijn en zijn zoontje Charlie dondert van de trap. Het is mijn schuld, schiet het door me heen. Maar wonder boven wonder is het alleen zijn neus die de klap heeft gevangen. Het bloed in zijn mond lijkt ook daaruit te komen. We lopen naar buiten en Coco vraagt of hij getild wil worden door haar of door mij, en hij wil door mij. Ik voel een hele sterke drang om te huilen. Ik ben verbijsterd, shellshocked. We durven elkaar niet aan te kijken. Het is de eerlijkheid van papijn die verteert. Zoals dat stukje net. Toen ik dit las, tranen stonden in mijn ogen, en dat had ik meerdere malen tijdens het boek omdat het zo oprecht is. Het hele boek is overduidelijk in één keer op papier gekwakt. Met veel Engelse woorden, maar het greep me. Dit is een portret van een vader die het ontzettend graag goed wil doen, maar uiteindelijk ergens ook maar gewoon wat doet. En het laat ook zien dat je nooit alleen vader bent. Hij is ook muzikant, geliefde, ondernemer. En dus vader. Ik merkte dat ik dat heel prettig vond om te lezen naar al die boeken die exclusief gingen over vader worden. Ja, ik word vader, maar ik ben en ik blijf ook meer dan dat. Het vader zijn moet een onderdeel worden van, van het bestaan. En het boek werkt ook relativerend. Ja, je kunt je best doen, maar shit happens in zijn vocabulaire. Ik wil graag goed voorbereid zijn, een goede vader zijn, altijd lief zijn. Maar ook ik zal waarschijnlijk wel in het snappen om weer een woord van hem te lenen. En dat is ook een fijne gedachte. Goed is goed genoeg als het gaat om vaderschap. Ik denk Lieske, mijn vriendin, je mag nu wel thuiskomen. Ik ben er klaar voor na het lezen van deze boeken. Sommige praktische dingen ga ik nog herlezen, maar ik heb er echt vertrouwen in en ik heb er ook heel veel zin in. Ze mag komen. Want ja, ik word papa, maar ik blijf ook een schrijver, een filosoof. En een lezer. En dat kan gewoon allemaal. En volgende week, volgende week gewoon weer een literair werk. Dan ga ik opnieuw blind lezen. Hier in het hoekje vind je het linkje naar die video. Ik heb hier een stapel liggen van vijf boeken die door jullie zijn afgeplakt en opgestuurd. Ik weet niet meer wie welke heeft afgeplakt en opgestuurd. Dus deze keer wordt het Echt blind lezen. Ik weet niet wie het geschreven heeft. Ik weet niet welk boek het is en ik weet zelfs niet wie het heeft opgestuurd. Ik ga er willekeurig een uitkiezen en lezen en bespreken en raden wie het geschreven heeft. Ik heb er zin in. Laat je namen suggesties nog even horen. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.